Jongen, ik zweer het je, heel die caddy wordt uit elkaar getrokken hier. Dit kan gebruikt worden in het ziekenhuis, ik zweer het je, moet je opletten. Trans sport. Daar helemaal? Ja, dat ga je allemaal doen met de auto. Nee, ja, loop het. Nee, maar... Ja, met dit ding. Ik heb gewoon 2,5 volt naar binnen gestoken. Ja, het is echt niet normaal. Het is net Connie, maar dan anders. Wie het is? Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ga op schoolreis en ik neem mee mijn rugtas. Nee, gekkigheid, dames en heren. Hey iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Ik heb mijn tasje bij, want er zitten wat sportspulletjes in. Ik ga namelijk de deur uit. Ik heb er al een hele ochtend op zitten. Jullie weten dat ik nu tegenwoordig weer tijdelijk werk op de golfbaan. Daar heb ik vanmorgen gewerkt. Het was relatief op tijd klaar. Dus toen kon ik thuis mijn vlog editen voor vandaag. Ik heb dus wat sportspullen in mijn tas, want ik ga op pad en dan wil ik vanmiddag ook gelijk nog sporten. Anders moet ik heen en weer rijden en dat is en zonder van de brandstof en dat kost meer tijd. Genoeg gelot, laten we de auto instappen. Ik moet namelijk eventjes wat ophalen, want komende zaterdag, het is voor mij vandaag woensdag, komende zaterdag heb ik weer een draaidag voor een filmklusje. Wat dat precies voor klus is, dat gaan jullie tegen het weekend wel zien. Maar ik moet voor die draaidag even een zendersetje lenen. En nu mag ik die lenen van Martijn en zijn cameraman. In het verleden heb ik die gasten wel eens geholpen met het filmen van Martijn zijn vlogs. Heel af en toe ben ik daar nog nodig en is het wat chill dat ze gewoon zeggen van als je wat nodig hebt, kan je het komen lenen en dit en dat. Dus dat is top. Maar ik moet dus even naar Martijn toe, want dat zendersetje ligt dus bij Martijn. Het is wel een hele leuke klus komende zaterdag. Veel van jullie, het zal een onderwerp zijn wat veel van jullie interessant vinden. Ik moet wel nog even kijken of ik dat weer kan vastleggen, want ik moet de GoPro zelf eigenlijk ook gebruiken voor die klus. Maar misschien kan ik hem even opzetten of met mijn telefoon wat filmen, maar dat komt tegen die tijd wel. En jongens, ik heb me net dus omgekleed van werkkleding naar een normale outfit, maar ik heb nu al spijt dat ik deze trui aan heb. Zoals jullie weten is het de hele week lekker weer. Het is natuurlijk volop voorjaar, de tulpenvelden die beginnen lekker te bloeien en de vlindertjes die vliegen door de tuin heen. Maar ik heb het de partij warm in deze trui. Ik vertrek echt net van huis en ik heb nu al zoiets van, oh god, waarom heb ik dit gedaan? Ik heb hieronder wel nog een shirtje aan, dus ik kan hem altijd nog uittrekken. Want in de auto is het sowieso warm omdat het een zwarte auto is en dan staat in de zon. Dus buiten staat hij misschien wel wat chillen. Maar voor hier in de auto, oh my god. En dan heb ik mijn airco aanstaan, maar alsnog... Ja, ik ben niet zo zeiken. Er zijn veel ergere dingen in het leven en dan valt dit nog alles mee. Want ze zeggen ook wel eens, brand is erger. Ja, we zijn op locatie bij onze grote vriend Bart. En als het goed is, staat hij hier zo. Kijk, daar hebben we de caddy al. Alles lekker houden, pikkenbaas. Zeker. Zo, wat ben je allemaal aan het doen dan, joh? Ja, ik ben de radio aan het inbouwen, maar... Hij heeft constant stroom en daar word ik scheidziek van. Oké, ik loop even naar de andere kant, want we zien zo helemaal niks. Best stroomwerk hier, Pik. Ja, deze moet erin. Maar die zat er toch al in, of niet? Nee, die zat erin. Oh, ik denk al, je had er wel... Maar hier zit ook YouTube en zo op. Ja, denk. Ja. Kan je maar de vlog kijken in de auto? Ja. Jongen, ik zweer het je, heel die caddy wordt uit elkaar getrokken hier. Tuurlijk. Heel dat middenstuk ligt eruit. Oh ja, daar ging je eens, Roepie. Mijn oude doppie. Je doppie. Wat is jij? Onder de auto. Ja. Oh, en ik zie hem liggen onder de... Oh, ja. 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 Kijk, hij heeft niet alleen een ander radiosysteem, ook een dashcammetje en een achteruitrijcamera. Dus heel dat hok moet uit elkaar gehaald worden om al de kabeltjes weg te werken. Ah, dat is wel weer een goede dagbesteding. Dat hoort. Dat hoort, dat is een nieuwigheid. Nou, hij heeft het voor elkaar hoor. Kijk, we hebben hier een dashcam in onze handen. En dit, jongen, dit kan gebruikt worden in het ziekenhuis. Ik zweer het, je moet je opletten. Schroef jij hem even vast. Ja, dan moet ik even wachten. Hier. Zeg eens A. Ik kom zo naar binnen en binnen in je giegel kijken. Zo, was. Kun je nog screenshot nemen ook? Weet ik het, hoe dan? Nou, dan hebben we de fotoknopje. Er zit natuurlijk geen SD'tje in. Nee. Ik gebruik als je haar niet goed zit. Zeker. Wat een systeem, hé. Ongelooflijk. Nou, hij heeft het voor elkaar hoor. Kijk, schermen al erin. Sommige dingen werken alleen nog niet helemaal. Er moet nog een dashcam aangesloten worden en dit knopje is nog niet verbonden. Moet dat weer. Keurig. Het is wel clean hoor, zo dat scherm erin. Ja toch? Ja. Mooi spul. Ja, wat ook wel mooi is aan die radio is dat... Huh? Het zijn ineens allemaal knopjes. Wat is het nou? Nee, het is veranderd met een minuut. We zitten ineens in een hele andere wagen. Die gasten die hebben een... Zeven stoelen. Vier stoelen en een achterbank. Nou, dat is toch niet best, hè? Zeven personen op kenteken. Wat voor auto is dit? Chevrolet Trans Sport. Dus dit is geen transport, maar Trans Sport. Hoe? Trans Sport. Toen ik dacht dat zo'n intro van een spel. Trans Sport. Transformers. Ja, maar leg eens even, kan je dat wel uitleggen of is dat nog allemaal een topsecret? We gaan, nou hoor. We gaan.
leek wel mijn maat. Oh. Dat was hem niet, maar lijkt wel, want het is niet zwaar. We gaan zo'n... Nou, dit heet geen garbage run, want je hebt ook echt een garbage run. Maar rommel of roesbakken run of zo heet dit. Ah, roesbakken run. Dat is een soort van... Chevy gekocht. Een soort van CB drive, maar dan met roesbakken. Ja, maar gewoon met 170 auto's, hè? Ja, denk ik. Naar Bulgarije. Nee, Hongarije, naar Budapest. Daar helemaal? Ja. En dan ga je allemaal met de auto. Nee, ja, loop het! Nee, maar... Ja, met dit ding. We gaan hem ook nog verbouwen. En omdat hij zo naar hond stinkt, dat ruiken jullie niet. Maar ja, het is echt... Dat is gek. Ik stap deze auto en het eerste wat ik zeg is... Jezus, wat komt er een meur uit die wagen. Die vorige eigenaresse, die had dus gewoon al die stoelen en achterbanken eruit gehaald. Daarom gaan we hem ook naar toetsen brengen. Dat we gewoon er overal aan kunnen zitten. En dat de lucht er een beetje uit is met zo'n ozonwandeling. Ja. Oh, ik heb gewoon 2,5 honden naar binnen gestaan. Ja, het is echt niet normaal. Het ruikt gewoon alsof die honden hierin gedoucht werden. Zo nou, ruikt. Nou ja, die had dus gewoon een paar van die grote... Kom maar mevrouw, kom maar. Een paar van die grote honden achterin. Dat ben je ook gul, hè? Doe maar even oversteken. Ja, dat is niet te missen, maat. Jezus. Het is net Connie, maar dan anders. Ja, echt zo. Als je deze even slinger te voet krijgt, krijg je altijd foutmeldingen. Is het zo? Ja. Hey, je moet niet in je lippen likken, want dan proef je gewoon de honden die hierin hebben gezeten. Ja, dat is nasty, maar die hebben ze pas schoongemaakt, hè? Ja, het is echt heel verschrikkelijk. Ja, maar we gaan deze wagen dus even naar de poetsen brengen. Ja. Rechtdoor over de rotonde, happatee. Hebben ze nou bij Gamma ook PostNL-punt? Ja, dat weet ik niet. Dat is het ding, we hebben hier een pakketje achterin liggen. Ja, ze hebben een vlag van PostNL, dat zal wel. Oh, inderdaad, ja. Op het moment dat je erover hebt. Ik ga het vol gooien. Dat is ook wel een dikke wagen, hoor, dit. Groot! Nou, we moeten even een pakketje droppen en dan gaan we die wagen even naar de schoonmaker brengen. Want dat is flink nodig. Hier, moet je kijken wat een gebouw van een auto, man. Knijt er lang. Elektrische zijde erop. Dakdragers voor de kratte bier. Maar toch rijdt er niks lekkerders dan je eigen wagen. Het is allemaal heel erg leuk en aardig. Allemaal dat soort hobbyauto's en crossautootjes en weet ik het wat. Maar je eigen auto is toch je oude vertrouwde bestie. Hè? Ik heb de boys verlaten en ik ben onderweg naar huis om ten eerste even een hapje te eten. Want ik heb honger, dat is niet normaal. Ik heb vandaag dan gewerkt, heb ik bij mijn ontbijt 2 broodjes gegeten. De eerste pauze op het werk 2 broodjes en toen de lunch 2 broodjes. Maar dat is eigenlijk net te kort, want ik begin nu alweer trek te krijgen. Terwijl het gewoon nog in de middag is. Dus ik ga thuis even heel mijn buikje vol schuiven met voedsel. En er moet nog veel gebeuren vandaag. Of tenminste, werk relatief gezien. Of hoe noem je dat? Werk gerelateerd gezien. Ja. Dus dat is voor jullie niet zo interessant, want het is alleen maar achter de laptop zitten en typen en editen en weet ik wat allemaal. Dus, maar ja, ook dat moet gebeuren. Jullie weten het van mij. Ik moet alsnog mijn zinjes verdienen, dus dan moet ik daar af en toe even wat vlogtijd voor inleveren en mijn uurtje spenderen achter de laptop. Maar ja, was evengoed wel even gezellig zo. Ik heb Martijn even geholpen met het opbouwen van zijn caddy. Hij had een of andere hele technische set of zo besteld met dus die radio, achteruitrijcamera, GPS-tracker, allemaal dat soort dingen. Dat moet allemaal geïnstalleerd worden. Is nog niet helemaal klaar. Maar we moesten dus weg om die Chrysler, was de Chrysler? Volgens mij was de Chrysler. In ieder geval die Amerikaan weg te brengen naar de schoonmaker. Want dat ding stonk, jongen, dat is niet normaal. Gemiddelde hondenkennel is er niks bij. Ik ging in die auto zitten, ik ging bijna over mijn eigen waar. Maar Martijn zei dat het nog wel meeviel, want op het moment dat ze hem kochten, toen was het nog erger. Dus ik wil niet weten hoe dat heeft geroken, maar goed. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb het kistje mee. Jullie zien dat ik heb ook een hele andere auto staan. Ik ben tussendoor nog even snel sporten geweest. Onderweg naar huis, even 3 kwartier weer. Even snel mijn setje erin geramd. Altijd even lekker. Nu kom ik thuis en dan zit ik echt met zulke armpjes. Omdat alles natuurlijk trilde, alles is aangespannen en weet ik wat allemaal. Maar goed, hier ging het in principe om vandaag. Ik moest even dit setje zenders hebben. Maar de planning liep iets meer uit dan verwacht. Uiteindelijk ga ik mee met Martijn en Bart om die auto weg te brengen. En ze moesten nog wat ophalen en weet ik wat allemaal. Dus, maar dat maakt allemaal niet uit. Het was wel gezellig, dus het was prima. Maar kijk jongens, hier gaat het om. Dit is een zenderzetje. Ja, ik denk dat de meesten van jullie wel weten wie het is. Wie ben jij? Wie ben jij? Nee, ik denk dat de meesten van jullie wel weten wat het is. Maar voor degenen die het niet weten, dit zijn gewoon kastjes die je bij een personage, bijvoorbeeld een opname gaat schieten, kan je zo'n kastje aan iemand geven, zet een microfoontje aan en dan heb je verbinding, rechtstreeks verbinding met je camera. En heb je zuivere audio. Tenminste, moet je het wel goed instellen. Maar in principe heb je dan zuivere audio. En dat setje heb ik niet zelf, maar die kan ik dan gewoon lenen van de boys, dus dat is top. Zo, en zo zit ik weer op mijn bureaustoeltje, jongens. Ik heb de hele avond gespendeerd aan editen, editen, editen,
zowel de vlog voor morgen als een zakelijk projectje, maar daar ga ik morgen mee verder. Mijn wekker gaat weer vroeg, dus ik ga zo lekker mijn bedje opzoeken. Maar ik wou nog even de dag met jullie nabespreken, want het was weer een topdag, weer gezellig. Weer lekker vroeg opgestaan, lekker gewerkt, vervolgens weer wat dingetjes op de laptop gedaan. Toen natuurlijk naar Martijn geweest in die veel te smerig stinkende wagen. Holy moly, dat was echt niet normaal. Het stonk echt gewoon naar natte hond, alsof die honden in die auto gedoucht werden. Het was echt ongelooflijk. Ja, zoals ik vanmiddag al zei, volgens Martijn scheen het nog erger te zijn toen ze hem kochten. Dat hij nu wel redelijk doorgelucht is. Dus ik heb echt medelijden met die gasten dat ze daarin hebben moeten zitten. Want dat is echt verschrikkelijk. Jongens, begrijp me niet verkeerd. Ik hou echt van honden en van puppies en weet ik wat allemaal. Maar de geur van honden, zeg maar, natte hond. Nee, daar moet je gewoon niet meer fokken. Dat is echt, dat is dodelijk voor je, hoe noem je dat? Je zintuigen. Je reukzintuig. En over honden gesproken. Ik heb een hele tijd geleden natuurlijk een vlog gemaakt met dat we op zoek zijn naar een nieuwe pup. Dat loopt nog steeds. Er komen misschien binnenkort wel wat updates aan. Wat ik nu kan vertellen is dat mijn moeder bezig is met een therapiecursus voor honden. Zeg maar, therapiehonden. Wat het precies inhoudt, weet ik niet helemaal. Dat zal ik van de week even voor jullie aan de vragen. Misschien dat ze dat zelf in de vlog wil vertellen wat het precies inhoudt. Maar dat is een cursus, voor zover ik weet, waar mijn moeder dan in wordt opgeleid om met zo'n hond om te kunnen gaan. Want we zijn daarin geïnteresseerd. Omdat mijn moeder dat misschien ook wil toepassen in de praktijk. Zeg maar, onze nieuwe hond die we dan tegen die tijd hebben in te zetten voor dat soort zaken. Is nog niks over zeker. Ik weet ook niet of ik het juist nu verteld heb, maar dat komt van de week wel. Dat zal ik het even checken bij mijn moeder. Het is in ieder geval heel erg leuk. Het is gewoon veel te stil in huis en dan hebben we in ieder geval weer een lopend beestje met gezelligheid in huis lopen. Dus dat is top. Maar dat duurt allemaal nog even hoor. Niet dat we over 2 weken ineens een nieuwe pup hebben. Tenminste, je weet het maar nooit, want mijn moeder is heel snel verliefd op foto's van puppies. Maar in principe is het niet te plannen. Maar voor nu jongens en meiden ga ik de vlog lekker afsluiten. Het was misschien een vlogje van aan de wat korte kant, maar ik heb vandaag echt veel werkgerelateerde dingen gedaan. Ik hoop dat jullie trouwens ook niet erg vinden dat ik dat doe en dat opnoem. Het lijkt mij persoonlijk heel erg saai. Af en toe als ik mijn vlog edit en ik hoor mij zeggen dat ik bezig ben met werkdingen, dan denk ik van, yo dude, boeien. Als je daarna wat leuks doet, is prima. Maar ja, weet je, het hoort wel bij mijn dagelijks leven. Dus ik probeer het wel elke keer met jullie te delen. Niet dat jullie denken van, yo, waarom is het ineens 11:00 PM, in tegenstelling tot het vorige shot. Nou ja, vandaar dat ik het af en toe even opnoem. Maar jongens en meiden, voor nu ga ik deze vlog lekker afsluiten. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet te belonen met een duimpje omhoog. En hier beneden te abonneren als je meer wil zien van mijn dagelijkse vlogs. De road to 10k, jongens. Komende zomer zijn we een jaar aan de dagelijkse vloggen. En het lijkt me super dik om voor die tijd de 10.000 abonnees te halen. Is ruim 2 maandjes. Wordt heel erg lastig, maar zeker niet onmogelijk. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan kan ik nog maar 1 ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur. Bij een gloednieuwe vlog. Later.